Het is moeilijk voor mij. Ik denk wel, een van mijn volgende films wil ik terug hier draaien. Niet enkel in het Vlaams misschien in verschillende talen of ook in het Frans. Maar ik vind het wel belangrijk. Ik vind het een land waar heel veel talen zijn ook. Maar ja, ik zit omringd door mijn dansers komen van heel de wereld. En ik hou ervan, ik heb een film gedraaid in Mexico met blinde Mexicanen, in Marokko. Ook dansvoorstellingen gefilmd met heel veel verschillende mensen. Ik denk wel dat de eenheid van taal belangrijk is, maar verder kun je eigenlijk heel veel dingen plaatsen op verschillende locaties en die herwerken. Ik vind het Hongaars is bijna de meest onverstaanbare taal ter wereld. Het Engels is de meest verstaanbare taal. Dus je krijgt een clash, maar ik wou altijd dat de gang een soort secret language heeft. En dat hebben ze nu. Maar hoewel alles wat ze zeggen is heel coherent. Ik heb een acting school voor kids opgericht. Ik heb 8 maanden gewerkt met die mannetjes. Dus die zaten in mijn vingers. Die wisten echt hoe dat ze moesten fysiek zijn. Hoe dat ze moesten acteren. Hoe dat ze heel consequent moesten zijn in eender welke situatie. En dat is heel goed gelukt. Ook met al die stunts dat ze moesten doen. Want dat waren dus echt geen acteurskids. Dat waren echt racers. Echt mensen die stunts doen met paarden. Die chicos, die de paarden neerleggen terwijl ze erop zitten. Ook dan natuurlijk de gypsy kids, de kinderen van instituties die erbij kwamen, die echt leven in groep van kinderen met begeleiders, maar geen ouders hebben, die ontzettend veel hebben binnengebracht van hoe echt de situaties zijn, hoe ze acteren en hoe ze zijn. Maar dat was een stormram van energie, van hoe kunnen we in iets stappen en daaruit stappen. En eigenlijk, het werken met de kids was een van de makkelijkste dingen op de set. Omdat de 8 maanden voorbereiding heeft gehad. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.